Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga voor jullie één kaartenreading doen. Lieve mensen, word lid van mijn kanaal, deel mijn video's, geef een reactie. Ik ga dus nu je kan een cupcake kiezen. En ik heb dus achter opties en daaronder ligt dus je boodschap. De eerste is de smiley cupcake met glazuurdecoratie. De tweede is cupcake met vlinders, sinaasappel en citroen cupcake met roomkaastopping. De vierde is koekmannetjes cupcake met vanille botercrème. De vijfde is blueberry cupcake. De zesde is cupcakes met worteltjes. De zevende is party cupcake met party topping en happy birthday. En de achtste is lentebloem cupcake. Dus welke zou het worden? In ieder geval tot zometeen. Doeg! Hallo, de eerste groep, smiley cupcake. Laten we kijken wat voor kaart jullie hebben. Dat is de roos. Kaart nummer 23. Kan een speciale betekenis hebben, kan je opzoeken. Maar 53 staat ook voor verandering. Intimiteit. De roos is het universele symbool van menselijke liefde. Deze kaart verschijnt nu om dat dit een belangrijke energie voor jou is op dit moment. Twee spiralen van energie lopen door het midden van de roos. Hetgeen duidt op het energetisch samenkomen van twee mensen. Als je nu geen relatie hebt, dan laat deze kaart zien dat er een nieuwe relatie staat aan te komen. Als je nu wel een relatie hebt, richt je energie dan daarop. Blaas de romantiek en hartstocht nieuw leven in en omarm de liefde en de energie van de minnaar. Stel je open voor de intimiteit en wees niet bang om kwetsbaar te zijn bij je partner. Nou, hele mooie boodschap. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, de tweede groep cupcakes met vlinders. Welkom. Jullie hebben de kaart geluk. Op dit moment stroomt universele energie door je leven en je innerlijk wezen. Deze energie schept orde in alle zaken van onze fysieke wereld. Tegelijkertijd zorgt de energie ook voor een dieper gevoel van tevredenheid en geluk van binnen. Wees je bewust in hoeverre je open staat om deze energie te laten stromen. Er komen een heleboel goede dingen jouw kant op, met name geluk. Let ook op hoe dit als golven naar de omgeving uitstraalt. Dit laat zien dat als jij jouw energie verandert, dat ook een positief opbeurend effect op anderen heeft. Nou, heel mooi. Kaart geluk. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Oké, mensen van de sinaasappel citroen cupcake. Welkom. Jullie hebben de kaart van nummer 30. En die staat voor uitbreiding. Het is tijd om op een veel grotere schaal te communiceren. De kaart uitbreiding gaat over je contact met grotere groepen mensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je diensten aanbiedt bij gemeenschappelijke gebeurtenissen, vrijwilligerswerk gaat doen, gaat helpen bij workshops en groepswerk lezingen gaan houden of je werk publiceert. Het gaat erom dat je je gaven en talenten gebruikt op een manier die vele mensen van nut zijn, meer publiekelijk. Op die manier zal je energie een verre en brede rijkwijde krijgen en een zinvol en duidelijk effect hebben op degene die je pad kruisen. Het is nu tijd om echt naar buiten te treden, dus haal diep adem, vertrouw het proces en open je armen. Heel mooi bericht voor de derde groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!
Oké, de vierde groep van het koekmannetje cupcake. Jullie hebben de kaart nummer 43. En die staat voor aardeengel. Je bent echt een aardeengel. Het is tijd om de mooie ziel die je bent te erkennen en te honoreren. Als we eenmaal geïncarneerd zijn, vergeten we vaak wie en wat we in werkelijkheid zijn. Het is nu het moment om dat weer te herinneren. Claim je vleugels in de wetenschap dat je echt een verschil maakt in de levens van mensen die je tegenkomt. Er zijn heel veel liefdevolle wezens en engelen die je ondersteunen op je weg. Voel je veilig en durf het pad te volgen waar je naartoe wordt geleid. Wat het pad ook is, je bent klaar ervoor om je vleugels uit te spreiden en te vliegen. Wauw, een aardengel. Ik schijn dat ook te zijn, dus ben benieuwd. In ieder geval, tot de volgende keer. Doeg! Oké, kaart nummer 5, Blueberry Cupcakes. En dat is kaart 34. En het betekent bespiegelingen. Er ligt een diepe schoonheid in alle ervaringen in ons leven. Ook al ben je soms verdrietig en down, de bron herinner je eraan dat dit iets is wat kan bijdragen tot je groei en evolutie als mens en als ziel en als menselijk wezen. Er wordt zorgzaam over je gewaakt op dit moment. Wees niet bang voor de duisternis. Vergeet niet dat er geen licht kan zijn zonder duisternis. Dit is het moment voor stille reflectie en onderzoek. Daardoor zul je licht weer ontdekken en je zult weten wat er moet veranderen om een nog oprechtere leven te leiden. Dus ja, iets minder mooie kaart, maar ja, misschien wel nodig. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg! Oké, de groep van de cupcakes met worteltjes. Jullie hebben de kaart nummer 19 en dat is Kijk dieper. Je staat op de drempel van een nieuw perspectief. Je bent in staat om door de buitenkant heen te kijken en op een dieper niveau te begrijpen wat er gebeurt. Dit geldt niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor het begrijpen van andere mensen. Je merkt nu zelfs het kleinste detail en je ziet het energetisch patroon in wat er gebeurt. Je gaat steeds meer de consequenties zien van je beslissingen, zowel de positieve als de negatieve, en waar dat toe leidt. Dit maakt dat je anderen goede en wijze raad kunt geven en dat je eigen leven in de juiste richting kan sturen. Nou, heel mooi, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de party cupcakes met party topping. Happy birthday! Ja, deze kaart en daar ligt onder nummerkaart nummer 42. En dat is je lichaamgids. Misschien heb je gemerkt dat er de laatste tijd vreemde dingen van binnen gebeuren. Je lichtlichaam gaat over naar een hoge frequentie en terwijl je deze verschuiving plaatsvindt, voel je je wellicht niet helemaal gewoon. Deze gids komt nu om je te laten weten dat het zolang die verschuiving duurt, heel normaal is dat je wat afwezig bent, vergeetachtig, niet helder. Of dat je een hartklopping hebt of andere ongewone gevoelens. Lichaamgids raadt je aan veel water te drinken en veel rust te nemen. De vlinder boven zijn hart is een symbool om na te denken. Het is je hier om te verzekeren dat je je spoedig weer normaal zult voelen. Oké, mooi. En een bemoediging omdat je weer straks normaal kan voelen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, laatste groep lentebloem cupcakes. En jullie hebben kaart nummer 17. En dat betekent bekrachtiging. Deze kaart laat een zachte maar krachtige opening zien, een stroom energie vanuit het derde chakra, je krachtcentrum.
vanuit je eigen bereidheid om pal te staan voor wie en wat je bent. Wie je bedoeld bent te zijn, straal je vanzelf een dynamische energie uit die een positieve uitwerking hebt op andere mensen en die ook hen in hun kracht brengt. Doordat je aardig bent voor jezelf en van jezelf houdt, straal je automatisch vriendelijkheid en liefdevolle kracht uit. En dat dit is precies wat de wereld op dit moment nodig heeft. Zo geef je de gift van de zelfbekrachtiging aan ieder die je ontmoet. Nou, mooie kaart. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!